De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Vandaag is een dag om gelukkig te zijn. Een dag om te danken. Een dag om te dromen. Een dag om weer meer tot elkander te komen. Vandaag is een dag om gelukkig te zijn. Dankbaarheid is een bloem die in weinig hoven bloeit. Toch willen we vandaag bloemen plukken. Die spreken van dankbaarheid om 50 jaar werking van KBG hier bij ons. Bloemen plukken we voor eerst om die zoveel leden en bestuursleden die doorheen al die jaren het beste van zichzelf hebben gegeven. In het jaar 1952 zal ik als gemeente proost een pastoor vonden en dat was de vader Lonet. Met de voorzitter Emerik de Dijnen en nog enkele mensen te hebben, kunnen we eigenlijk doen op onze bejaarde mensen wat ons politiek en een kaartje verkrijgen en misschien nog een reisje. En daardoor wat verbonden, vriendschappelijk te maken naar elkaar. Wat te vormen naar elkaar toe. En wat toen begon met hooguit 37 leden en ik denk 5 al tientallen bestuursleden zo'n dingetje, is nu uitgegroeid op vandaag. In het jaar 2003, met een dynamische voorzitter, met een 30-tal naar 40-tal wijkmeesters, tot een ledenaantal van 725. Van 37 naar 735 en 50 jaar. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.